Goedemorgen wereld. Ja, goeiedag. Zoals je ziet, geen Gorik vandaag. Hoe komt dat nou? Wel, Gorik had beslist van... Hij verkeert nu een tijdje samen met zijn vriendin. Dus, ze gaan samen een keer weg. En aangezien Gorik jullie 30 dagen materiaal had beloofd, heeft hij gevraagd aan mij om het 2 dagen over te nemen. En ik was zo stom genoeg om ja te zeggen. Dus ik ga nu proberen jullie 2 dagen te entertainen. Ik heb geen flauw idee wat ik ga doen. Ik heb ook niks gepland. Dus vandaag gaat het eigenlijk geen speciale dag zijn. Ik ga misschien eens met een paar mensen naar het park of zo een keer gaan kijken. Een beetje naar de skaters gaan kijken. Misschien iets gaan drinken. Ik zie nou wel wat er gebeurt. Dus ik nodig jullie uit om mee te gaan met mij. Ja, wat... En ik zit hier nu in de auto samen met mijn goede kameraad, Ketten. Hallo, wie zijn jij? Ik ben Ketten. Dus we zijn vandaag van zin om normaal naar het park te gaan, maar... Wat, het weer is nu al wat beter eigenlijk, maar... We hebben een veel beter idee. Dus we gaan nu achter drank, We gaan nu achter drank en we gaan in de camionette van achter zelf een cafeetje open. We hebben bier en koffie. We hebben koffie! Oh my god! Hoe lang zit dat al in die wagen? Koffie. maar godverdomme, zie, daarom rijdt niet Gerre mee met zijn camionet. Nee. Dit is zo de Final Destination wagen. En waarom? Elke keer als hij een scherpe bocht neemt of opeens vrijnt, springt die riem hier los. En dan vlieg ik ook los. En mijn zonbril is kapot. Ja, wat is kapot? Mijn zonbril. Lady Gaga style. Algemene voeding, frisdrank, rookwaren, kleine fruit. Er staat geen bier op. Jawel, dat is zuivel. Dat is algemene voeding. Bier. Oké, ça va, is goed. Alhoewel, niet bij die werkt en ik heb nog eens geprobeerd voor mijn sigaretten. Het is juist, mijn sigaretten gaan niet, maar hier wel. Ah, kun je niet proberen eens? Ja, ik ben nog niet confident. Maar jawel. Het geldt dus op 0 euro en dan nee. nu dat onze camionetcaféken in orde is, gaan we even onze eerste klant bezoeken. Philip de Kok. Ik heb hem daar juist gevraagd op Facebook of hij een pintje wou. Hij zei ja. Maar hoor echt hoor. Maar hij heeft geen flauw idee dat we hem dat pintje gaan komen brengen. Hij zal blij zijn. Ja toch, hè? Volgens mij wel. Pintjes komen brengen is altijd goed. Goedendag, hallo. Heel erg vriendelijk. Oké, Philip was dus dadelijk content. En nu gaan we over. Dadelijk content. Nu gaan we over naar klant nummer 2. Dus we zijn met 3 man in een camionetje voor 2 personen. Iemand moet van achter zitten, maar die Nijkel hier wil zich niet van achter zetten. Dus we gaan zoals in de middeleeuwen dat ze deden, de edele ridders, ze deden door bladzijde schaar papier. 2. 1. Dus, voor de spanning, kijkers. 2. 1. Oh. 2. 1. Yes! Zit het er goed? Ruik je dat? Victory. Ik ruik overwinning. Ons café heet Café de Camionet, omdat we niks anders wisten. En hier is het. Check een keer uit, wat een beest. Met drank, bier. Alleen maar bier. Met goede techno-muziek. En bier en een stok. Wat moet je nog meer hebben, jongen, in een café? Nee, eigenlijk niks. Het is voor mij is genoeg. Een tafel! We hebben een tafel. Oh, ja. De doos is de tafel. Ze zijn de raketten. Goedendag. Wij verkopen pintjes aan 1,5 euro. Voor onze studentenvereniging. Voor de studentenvereniging. Het is een opdracht. We gaan een koffie kunnen drinken. Oh, we hebben ook koffie. We hebben koffie. Onze eerste klant. Alsjeblieft. En wat vind je van ons idee? Alsjeblieft. Fantastisch. Tot Holy shit, het gaat misschien nog lukken ook.
Day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking down. Now you home with me, you're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Oké, dus na het succes van Café de Camionet had ik even gedacht bij een vriend binnen te komen. Die jongen daar. Yo. Sta je eigenlijk op beeld? Ja, oké. Okay. Oké, die jongen dus. Over een uurtje komt er een stand-up comedian en, genaamd Vitalski. En hij wilt... Wat gaat hij eigenlijk doen? Wat gaat Vitalski doen? Wel, Vitalski is dus een stand-up comedian en... Die is al enkele keren in de werf komen optreden. En mijn ma die werkt in de werf en die kennen elkaar zo. En die is bezig aan zijn nieuwe show. Allee, eigenlijk is die al af, maar hij wil een try-out doen. En hij wou dat voor een klein publiekje in iemand zijn living komen doen. Dus hij had een bericht op Facebook geplaatst. En mijn ma had erop gereageerd van ja, dat mag bij ons. En zo gezegd, zo gedaan, komt hij nu zijn try-out doen in onze living. Dus dat is best wel chill. Goed, we hebben mijn elektrische piano vastgesloten op deze Marshall Mini versterking. Marshall! En we hebben nu op distortion gezet en dat klinkt eigenlijk best wel nog wijs. Wijs, hè? Heavy metal! Oké, de mensen die deze teamsong, zou ik maar zeggen, Karaan, krijgt van mij een koekje. Probeer maar. Speel. Als je het eens kunt raden, ik breng je persoonlijk een koekje. Veel plezier. Dus denk eraan, mensen. De garage is altijd een speelplaats. Er zijn drie kerels, namelijk een kerel met een heel erg kort arm, een kerel met een heel erg kort been en een kerel met, jammer genoeg, een heel erg korte piemel. En die vinden dat wel erg, maar aan de andere kant besef je van kijk, dit is ook wel een gemakkelijke manier om wereldberoemd te worden, want godwetten zitten record. Dus zij begeven zich naar het centrum van het Guinness Book of Records. Die met zijn korte been gaat naar binnen, die komt na 2 minuten al terug van yes, ze hebben dat direct gezien. Dit is het kortste been van heel de wereld, dus dat is jammer, maar het is ook wel tof, want ik ben nu wereldberoemd, ik sta in het Guinness Book of Records. Die kerel met zijn korte arm, die gaat nieuwsgierig naar binnen, die komt na een halve minuut al terug van yes, applaus. Het is zeker het kortste arm van heel de wereld. Ze hebben dat direct gezien. Ze moeten dat zelfs niet checken, niet googelen. Ik ben dus de recordhouder. Ten slotte gaat hij met zijn heel erg korte lul naar binnen. Die komt pas 3 uur en een half daarna terug buiten met een rode kop. Dus knalrood van de woorden van... Who the fuck is Dwayne de Blander? En daar heb ik dus 7 euro voor betaald. Nog niet. Dus vertel eens, wat vond jij van Vitalski? Vrij goed. Heel goed, echt wel.
eigenlijk wel schitterend. Wat? Hij overtrof mijn verwachtingen. Ja? Ja, ja, dat is goed. Hè. Heel goed, doordacht, vlug. Ja, doordenkers. Ik vond het heel leuk. Ja. En van Vitalski? Eigenlijk vond ik hem goed op drijf. Of je nu in Carré zat of gewoon in een woonkam. Ik heb de indruk dat je... Behalve dan met die kleine penisgrappen. Dat vond ik wel... Ja, dat was iets op persoonlijk, hè. Er zat zo'n gehandicapte naast hem en dat was hem nog heel goed. Ja, ik ben nu dus onderweg naar huis. Ik kom juist van de afterparty van Vitalski. Museum, het was echt heel grappig. De mensen die graag van absurde humor en verhaaltjes vertellen, nou ja, als je dat graag hebt, zeker eens naar Vitalski gaan kijken. Hij heeft ons goed geënterteind. Dus ja, nu naar huis. Een beetje slapen daarna, 's ochtends gaan werken en hopelijk ben ik wakker genoeg om daarna deze vlog te editen. Dus, dank u voor het kijken.